Na Bos en Meutschof komt er een judoka die vijfde is geworden. Ooit was ze wereldkampioen, maar vijf ronden spelen is ook fantastisch. Maar Hinde, Vekker! Uitgereikt door de wethouder. Je hebt ons een van de spannendste judo-series gereden. Ja, is dat zo? Nou, dat vind ik een groot compliment. Ja, want er zat er nogal wat spanning in natuurlijk. Ja, klopt. Ik had mijn eerste partij tegen Japanse, waar ik al 4 keer eerder van verloren had. Of 3 keer, ik weet het niet meer. In ieder geval te veel. En ik dacht, het is nu een mooi moment, een goed moment om dat eens recht te gaan zetten en om van haar te gaan winnen. Dus ja, wat voor iedereen een verbazing was, was voor mij en mijn coach wel volgens het plan. En dat ging ook allemaal volgens het plan. En ik won van haar en het was wel inderdaad een hele spannende, spectaculaire partij. Dat geloof ik zeker, ja. En er was nog wat oranje publiek ook aanwezig in de zaal, hè? Ja, mijn familie was er. Daar ben ik echt super blij mee. Ja, die hebben me allemaal aanlopen moedigen. En voor de rest, Henk Grol, die moest die dag ook judoën. Dus ook hij, zijn delegatie was in de zaal. En ja, het was geweldig. Het was echt een spektakel om daar de mat op te stappen en het Nederlandse volk achter je te horen staan. Nou, ik bedoel ook gewoon supporters, hè? Er waren er ook een paar honderd. Ja, nee, dat klopt ook. Ja, en Engels, heel veel Engelsen. En voor de rest, ja, ik weet niet wie er allemaal bij zaten, maar het publiek was verschrikkelijk enthousiast. Ja, het was echt heel leuk. Hoe kijk je nou zelf op terug? Nou ja, het blijft heel dubbel. Ik bedoel, ik vind 5e plaats is heel mooi. Maar je staat om het brons en ja, je verliest toch brons. En dan ben je zo dichtbij en heb je zo'n goede dag. Dan wil je gewoon heel graag een medaille als beloning ervoor. Maar ja, het mocht niet zo zijn. En ja, dan moet ik gewoon eerlijk en realistisch zijn. En weten dat dit dan het maximaal haalbaar is geweest. En wat dat betreft is jullie wel een harde sport, hè? Ja, is keihard. Ja, dat is keihard. Dat klopt. Dan, je krijgt maar 1 kans en je let 1 seconde niet op. En je tegenstander maakt er gelijk gebruik van. En je ligt op je bult. En ja, dan is het voorbij. En dat is heel zwaar en dat is heel zuur. Maar ja, dat is ook het mooie van judo. Maar dat maakt het ook bikkelhard. We kunnen je over 4 jaar weer verwachten. Ja. Wat vond je van deze huldiging op de SS Rotterdam? Ja, ik vond het heel gezellig. Ik wil Rotterdam bedanken voor dit. Het is hartstikke leuk dat ze ook aan de mensen denken die geen medaille hebben en in het zonnetje zetten. En, het is hartstikke gezellig, lekker sfeertje. Gelukkig is het een super mooie dag. Nou, je ziet de skyline van Rotterdam. Ja, mooier kan eigenlijk niet. Dus ik ben trots op Rotterdam. Maar je hebt de 10e zinpons. Maaike Hens en Rianne Sigmund, fantastische 8e plek. Tweede dus in de B-finale. En ook dat verdient een bloemetje en een foto. Moeder Sigmund ook bedankt voor de wijze woorden op internet. Waanzinnig, zegt de wethouder. En zo is het, en niet anders. 5e in de finale. Een halve seconde van brons. En 1 man uit Rotterdam. Waar is hij? Mitchell Steeman! De wethouder op de tenen. En dat doet ze graag. Maar 38-39 in de finale en de 6e plaats is ook fantastisch. Als je het bijvoorbeeld op moet nemen tegen zo'n clubje uit Jamaica. Dan moet je dat doen. Dat is een beetje vergeten. Hier applaus voor Patrick van Leijden. We blijven in de atleten terwijl Patrick zijn foto en zijn bloemen krijgt waar je recht op heeft. We blijven in de atleten. Dames en heren, Robert Lotte! De laatste die wij gaan zetten is ook een atleet, is een man die zich richt over 4 jaar, Rio. Dan wil hij er staan. Ingmar Bos! Ook de bloemen en een foto. Maar ga in ieder geval een Bilderberg Hotel in Nederland naar keuze. Ja, moeder Sigmund denkt, die is voor mij. Ja. Het is een 2-persoonskamer, dus kan allemaal.
De felicitaties zijn er en terecht. Zonder coach ben je nergens. En in Rotterdam hebben we een aantal fantastische coaches. Bijvoorbeeld, we zagen ze net al in een filmpje. Marjolein van Uden! Die dacht hier alleen maar even te komen klappen voor Edith en Marinde. Maar ook voor haar is er een bloemetje. En we hebben nog zo'n gigant in dezelfde beroepsgroep als Marjolein. Een man die liever niet op de voorgrond treedt. Maar het moet wel, want het is een kampioenenmaker. Waar ben je? Chris de Korte! Chris van Aten, gefeliciteerd. En dan gaan we door naar weer een coach. Ik moet zeggen, dat is echt de man. Toen hij binnenkwam, was de glimlach zo groot. En nu zijn we even bezig en hij is zo... Ja, kijk hem daar staan, die man. Zilver, hockey, Paul Nas! Wat wordt het mooi inderdaad. Ja. En gelijk heb je. Dan gaan we de atletiek weer in. Errol Esaya! Ja, Errol. En nog een coach die we naar voren gaan. En dan de laatste voor de roeicoach Jan Kleks. Flessen champagne voor de coaches, die komen er ook aan, ook beschikbaar gesteld. Natuurlijk, daar is Max weer, jawel, met voor de coaches een heerlijke fles champagne. Hoe zwaar was die? Nou ja, uiteindelijk ben ik gewoon mijn eigen weg gegaan. En het is leuk dat het eruit gekomen is dat wij voor ook gehaald hebben, dat is mooi. Er staan twee camera's hier voor je drie, maak even een lange neus. Nee. Dat is een slechte emotie in sport trouwens. Je moet het ook niet voor een ander doen, je moet het ook niet tegen een ander doen. Wij zeggen altijd, haal het beste uit jezelf. Dat doen we als sporter, dat willen we op het veld laten zien. En ik ook als coach, je moet durven beslissingen te nemen. En ik heb geprobeerd ook zelf het beste uit mezelf te halen. Thomas! Flesje? Wat? Ik weet van niets. Kijk, heb je spijt van je speed? Nee, helemaal niet. Nee, ja, ik was gewoon aangeslagen op het moment dat het gebeurde. En we hadden van tevoren hebben we een soort van bijeenkomst gehad over social media. En ik was gewoon de eerste die dacht, zo'n paard zal het wel niet lopen. Ja, ik heb dus een wijze les gehad, het is mij overkomen. Het is zoals het gegaan is en ik ben in de kerk. Alleen ja, het is dan wel jammer dat je dan bekend wordt van een flesje in plaats van een judo medaille. Maar wij eren jou om een judo medaille. Even tussendoor, hoe is Lorenz? Ja, ik ben dus, ik ga zo meteen heen. Ik ben nog niet heen geweest, dus ik ga het hele weekend daar rocken. En wat ga je doen? Ja, rocken. Rocken, drinken, alles. Wat is het, roken? Nou, roken doen we niet, hè. Misschien wel een wijntje, maar rustig. Wij wensen jou heel veel plezier, Edith. Ja, want ik ben er achter. Kijk eens, Beijing 2008 stond er al op. En nu dus ook Londen 2012. Dan zit het in je hart, hè. En ik hoop dat de hele stad achter jullie staat, dat het hele land met jullie meeleeft en dat we hier mogelijk daar waar de leeftijd nog toelaat, over 4 jaar weer van jullie kunnen genieten in Rio de Janeiro. Fantastisch en uit de grond van mijn hart heel hartelijk bedankt. En vooral op alle sporters, nodig jullie uit voor de barbecue buiten namens de stad Rotterdam aangeboden. Van harte gefeliciteerd en back to the back.
weten hoe wij het publiek een beetje van maken. En hoe ik daar dan in mee word getrokken. Ja, het is gewoon geweldig. 80.000 man schreeuwen, schreeuwen. Het leek wel een gladiator. Jullie fans dezelfde rond, hè? Of niet zo'n rond? Ja, laatste lopen. We waren allebei laatste lopen. Ja, je ervaart gewoon enorm, want je voelt gewoon de sfeer, je voelt gewoon heel de vibe. Als Bol binnenkomt lopen, dan begint het publiek al helemaal gek te worden. En daar ga je dan als atleetrijder gewoon mee. En zodra dan de jongens op je afkomen lopen en je hoort Bol terug lopen, hoor je het publiek schreeuwen. Ja, dan ga je gewoon op je hart. Het resultaat waar jullie daar nog vrij dan? Natuurlijk, aan het begin van het seizoen wisten we niet eens of naar de spelen zouden gaan. Daar staat dat we nu zesde worden en dat we Europees kampioen zijn geworden. Ja, dus het seizoen is gewoon geweldig geworden. Hoe heb je deze middag ervaren hier op de Festival van Rotterdam? Super! Ik had het niet verwacht. Ja, aan het begin, je hebt natuurlijk heel veel huldigingen, heel veel dingen waar je naartoe moet. En ja, je denkt van, moet daar weer heen? Maar op het moment dat we met de boot gingen varen, de sfeer, de vibe, super. Rotterdam heeft het echt, echt goed geregeld. 100% ben ik daarbij. Deze spelen waren wat teleurstellend qua medaille oogst. Alhoewel de kampioenwethouder ook zei dat het een hele grote prestatie is als het bij de Olympische Spelen komt. Edith Bos had goud moeten winnen, maar af en toe kan je eens vergissen. Dus ik kijk met een verdeeld gevoel naar de Olympische Spelen. Dat waren de slechtste Olympische Spelen van de zeven die ik heb gehad. Ik heb zeven Olympische Spelen gehad, twee gouden, zilver en zes brons. De zesde brons is nu net binnengekomen. Maar ik had meer van verwacht. Het was geen hele spannende serie, hè? Gaan partijen bij jongen. Het judo was perfect. Maar bij zulke spelen moet je ook een klein beetje geluk hebben. En dat geluk dat valt dan net aan de verkeerde kant. Dus dat was eigenlijk het geluk was even niet daar. De sfeer in de stadion was geweldig. Dat was echt geweldig. Het publiek dat meeleefde, heel veel Nederlandse supporters. Dat was ook geweldig. Maar in de Verkerk. En Edith hebben daar echt van genoten, van die supporters. Zoveel oranje shirts en vlag hebben gezien. Echt aanmoedigend. Dat verhoogt de prestatie. Daar wil ik ze eigenlijk ook voor bedanken. Tot slot, bent u er over 4 jaar nog bij? Als ze me nodig hebben, hoor ik het wel. Je bent echt een judo-dier, hè? Ik wil liever een mens zijn, maar judo-mens. Oké. Dank u.